over, zal gaan over het eerste gedeelte van Mozes' leven. Mozes is een persoon uit de Bijbel die leefde rond de 13e eeuw voor onze jaartelling. De Israëlieten leven in die tijd in ballingschap in Egypte en worden als slaven gebruikt voor het bouwen van steden en dergelijke. Ze leven onder erbarmelijke omstandigheden, maar ondanks dat laat de Heere God zijn volk flink groeien. Dit vindt de farao ook niet zo'n fijn idee, want hoe groter het volk wordt, hoe meer verzet er kan komen. Daarom besluit de farao om alle jongetjes te laten doden die geboren worden. Mozes blijft door een wonder in leven en groeit op aan het hof van Egypte. Door omstandigheden moet hij vluchten en gaat hij naar Midian. Daar spreekt God tot Mozes en zegt hem de Israëlieten weg te leiden uit Egypte. God is boos op het onrecht dat zijn volk wordt aangedaan en laat zijn macht zien. Mozes is net gevlucht uit Egypte en komt aan in Midian. Door vreemde mensen. Dus ik heb ze geholpen. Ja. Zo te zien, heb jij een lange reis achter de rug. Blijf bij ons vannacht. Je bent onze gast. Eet van het voedsel, drink van de wijn. Maar vertel ons, waar kom jij vandaan? Waar ik vandaan kom. Dat is een heel lang verhaal. En misschien moet ik bij het begin beginnen. Nou, hier thuis, mijn vriend. Vertel ons je verhaal. Bij ons blijft het veilig. Kom mee naar de tent. De wijn staat koud. Vertel je verhaal vanaf het begin.